Goedenavond, hier spreekt de vriendelijkste voorzitter van Nederland. Ik dacht, ik heb zo weinig te doen in mijn nieuwe programmering. Dat komt nooit goed. Dus ik heb een column gekregen. Nou ja, genomen, want zo liggen de verhoudingen hier een beetje. En maak je maar geen zorgen, want over een paar weken flikker ik de hele boel weer om en zet mezelf prominent in beeld. Het hele BNN-uur lang. Toch? Vandaag wil ik het met jullie hebben over gezondheid. Een onderwerp waar ik helaas veel van af weet. Ik ben namelijk een medisch wonder. Ik slik al zo lang zoveel medicijnen dat mijn crematie een kernexplosie tot gevolg zou hebben. Doktoren hebben geen idee waarom ik nog rondloop en ik zelf al helemaal niet. Volgens mij is het omdat ik nog wil rondlopen. Power of the mind, zeg maar. In mijn geval wel handig bij gebrek aan body. Maar ik wil het niet over mijn gezondheid hebben, maar over de gezondheid van topsporters. Je zou zeggen, die lui zijn kerngezond. Zijn de hele dag buiten, trainen veel, letten op hun voeding en zuipen zich niet onder tafel. Toch? Gezonde mannen en vrouwen. Nou, niet dus. Die lui zijn constant geblesseerd. De knie van Richard Krajicek, de enkel van Marco van Basten, de borsten van Daniel Overgaag. En neem dan dat Ajax tegen die ellendige Kroaten. Geen Avalatse en geen Jari Liedman, dus een verloren wedstrijd. Die lui zijn de helft of meer van hun leven ziek. Dat is meer dan ik. En ik heb geen nieren. Van mezelf dan. Let op, kijkers. Sporten is niet goed voor je. Het menselijk lichaam is er niet op gebouwd om tot het uiterste te gaan. Oké, de hele dag op de bank zitten en persiklikeur zuipen is ook niet echt bevorderlijk. Maar topsporters, die overdrijven het. En wat denk je dat dat kost? Aan doktersrekeningen, ziekenhuisbedden, zorg, ons geld. Het zou verboden moeten worden. En ik heb het al vaker gezegd in de zondagavond van BNN. Dingen zijn niet altijd wat ze lijken. Vloeken. Dat is goed voor je. Want je laat je emoties gaan, je kropt niks op. En dat is gezond voor je. Een patatje of een frikandel is ook niet per se slecht voor je. Want daardoor word je gelukkiger. En ook dat is gezond voor je. En dan sporten. Nou, in ieder geval te veel sporten. Dat is hartstikke slecht voor je. Sorry vrienden van Studio Sport dat ik dit moest zeggen. En ik wil nog iets zeggen. Jullie mogen van mij best roken, als je maar geen mensen in elkaar slaat. En ook alles waar te voor staat, is slecht voor je. Behalve tering. Uh-oh, dit was de voorzitter. Dit was de waarheid. Tot volgende week. Goedenavond.